DJI heeft recentelijk eigenlijk de vernieuwde versie van hun wel populaire M200-series uitgebracht, namelijk de M200 V2-series. En ook al zijn de verschillen niet mega groot, het is toch een mooie upgrade voor sommige varianten van deze line-up. Nou, we hebben hier de M210 en de M210 V2 even naast elkaar gezet om te laten zien welke verschilletjes daar nou aan de buitenkant in zitten. En dat zijn er niet veel. Zoals je ziet is eigenlijk de maat van het toestel hetzelfde, het landingsgestel en de breedte daarvan is eigenlijk hetzelfde. Het zijn wat kleine verschilletjes waaraan je ziet dat het anders is. En er zitten natuurlijk een paar kleine interne verschilletjes. En daar ga ik het heel even met jullie over hebben. Nou, het meest opvallende verschilletje als je zo kijkt zijn twee dingen aan de shell. Dat is aan de ene zijde natuurlijk deze beacon die mist. En dat is wel het grootste zichtbare verschil. Deze beacon is een hele felle flitsled die op het moment dat je die aanzet een regelmatige flits geeft, zodat je in het donker goed zichtbaar bent voor andere toestellen. En aan de andere kant bevindt diezelfde flitsled zich ook aan de onderkant. Want als we naar de M210 gewoon kijken, of naar de M210 V2, dan zien we dat de V2 ook hier aan de onderkant die led heeft zitten, waar de gewone 200 dat niet heeft. Dat is een verschilletje. Nou, wat daarnaast opvalt is, maar dat is misschien moeilijk te zien op de camera, is dat het materiaal van de kap anders is. Dit voelt veel stroever aan eigenlijk. Het is een wat ruwer, maar het voelt wel wat steviger materiaal. Terwijl dit meer een beetje glad plastic voelt. Dus dit voelt wat luxer en voelt ook ietsje steviger wat dat betreft. Maar dat zal puur een materiaalverschilletje zijn. Nou, verder zie je het aan de voorkant ook het grootste verschil, want omdat ze wel dezelfde camera mounts hebben, zie je dat de ophanging van de camera mounts eigenlijk best wel anders is. Je ziet dat deze wat verder naar binnen zit een klein stukje, het is millimeterwerk, maar het is iets anders. En de beugels hier aan de voorkant een beetje schuin lopen. Terwijl als je naar de andere, de gewone M210 kijkt, dan zie je eigenlijk dat die voorkant één rechte beugel is, waar die twee onder zaten. En dan op die manier net iets anders gevormd is. Verder geldt voor beide natuurlijk nog steeds dat we het FPV-cameraatje aan de voorkant hebben en de twee obstacle avoidance sensoren. Nou, wat ook als laatste nog opvalt is dat hier de LEDs in de motoren, dat die kapjes eigenlijk heel anders zijn. Als we naar de gewone 210 kijken, dan is dat een soort vlak mat zwart kapje. Terwijl kijken we naar de M210 V2, dan is dat een heel duidelijk zichtbaar en ook gehoekt lensje eigenlijk. En dat hebben ze gedaan om de zichtbaarheid van die leds te verbeteren, zodat je niet alleen die leds goed ziet op het moment dat je recht in de led kijkt, maar dat je ook meer van de zijkant die led goed zichtbaar hebt. Nou, dan zitten er vervolgens nog een paar kleine verschilletjes aan de achterkant, waarvan de meest zichtbare zit in de connectie. Tussen even openmaken en omdraaien. 1. En 2. En als we dan naar de poorten aan de achterkant kijken, dan zien we allereerst dat dat klepje op een andere manier vast zit. Maar daarnaast zie je ook dat de poorten een beetje gewisseld zijn en dat er verschillende poorten van plek verruild zijn en op een andere manier erin zitten. Dus ook daar is een kleine wijziging geweest en kun je aanzien dat dit een V2 betreft. Anders dan deze wijzigingen kun je eigenlijk aan de buitenkant niet echt zien dat dit een V2 betreft. En daar zitten er nog een paar kleine technische verschilletjes aan de binnenkant. Een van de grootste verschilletjes is dat de V2 nu draait op de nieuwe OcuSync versie, de OcuSync 2. En daar moet je vooral rekening mee houden met je afstandsbedieningen, want dat betekent dus dat je oude Inspire 2 en Candice controllers niet compatible zijn met de nieuwe V2 variant. De nieuwe Candice controller die hiermee werkt met OcuSync 2 is ook de Candice S controller. Verder zitten er nog een paar andere technische verschilletjes in. Zo heeft de V2 een aantal dingetjes die we kennen van de Mavic 2 Enterprise, waaronder de Local Data Mode en de Discrete Mode, waarbij alle verlichting uitgezet kan worden. En daarnaast hebben we ook dat we nu de X7 camera onder de Matrice 200 series kunnen doen. Dat is iets wat niet op de originele kan, maar wel op de V2 variant kan. Nou ja, dat zijn eigenlijk in grote lijnen de verschillen tussen deze twee modellen. Als we dan nog kijken naar de hele line-up en we kijken naar de M210 RTK, dan zit daar nog een verschilletje in het RTK-systeem. Want de nieuwe 210 RTK versie 2 maakt gebruik van hetzelfde soort GPS-systeem wat de Phantom 4 RTK ook gebruikt, waardoor daarmee in de toekomst ook absolute mapping mogelijk is.
Nou, mocht je nou meer over deze toestellen willen weten of misschien een toestel willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.